Goedemorgen. Vandaag is het flip-flopdag. Flip-flopdag? Wat is een flip-flop? Dat vroeg ik me ook af, dus ik heb het gewoon even opgezocht. Flip-flop. Flip-flop, dat betekent slipper. Het is vandaag slipperdag. Flip-flop, 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 flip-flop. Ik snap het, flip-flopdag. Laten we slippers gaan tekenen. Doe je mee? Flipflops. Ja, flipflops. Nou, ook weer zoiets raars, wat ik helemaal niet wist dat dat bestond en dat dat zo heette. Een flipflop. Of flipflops. Ja. Gewoon dus badslippers, zeg maar. Flipflops. Ja, ik heb het niet verzonnen. Maar ik vind het wel een leuke naam ervoor. Nou, dan maak ik die. Teenslippers zijn het ook wel, hè? Zo kun je het ook noemen, teenslippers. Zo, er zit er zo'n bandje aan. Het zit hier weer vast. Zo, aan de andere kant ook. Zo. Ja, dat is dan zo'n flipflop. Dat is één. Zonder een rijje nasteken, want op één kun je natuurlijk niet lopen. Zo. Nou, je hebt ze ook in allerlei kleuren, regenboogkleuren. Die vind ik dan die regenboogslippers, die vind ik altijd wel erg leuk. En dat ziet er gelijk zomers uit natuurlijk. Je hebt ze hier ook nog met vezeltjes in die band. Dat zijn er wat luxere. Soms is dit ook gewoon van kunststof, van plastic. Nou, dan flip-flop, hè. De flip-flops. Zo. Flip-flop. Ga eens op internet zoeken naar flip-flops. En misschien moet je er ze nog wel hebben voor de zomer. En dan zou ik maar opschieten. Want voor je weet zijn die dingen natuurlijk weer uitverkocht. Of hartstikke duur. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.